Goed meegepikt door Haan. Ja, dat kan men zich moeilijk permitteren. Voordeelregel toegepast, dat is Ressel die er ligt. Werd daar getackled door Orsman. Rensenbrink, goed verlengd in de doelpunt. Dat is Rensenbrink. Zeer goede voorzet daar ook, moeten we zeggen. En die bal viel net precies goed, kort genoeg om te kunnen geraakt worden door Rensenbrink. En niet door Schwarzenbeck. Zeer moeilijke bal, botsende bal, binnenkant van de paal. Krijgen het hier opnieuw te zien van den Dalen, daar ligt Tressel. Van den Dalen, ver naar voor. Rensenbrink. Nogal laattijdig die reactie van Maier, maar was ook van dichtbij. Beckenbauer wordt meer bewogen nu bij Bayern. Heunis onderschept door Verkouten. Enkel Rensenbrink is daar. Van der Elst komt nu naar voren gespeurd. Rensenbrink. Doks hier aan speelbaar. Verkouten, Rensenbrink. Dat is niet slecht, dat is te scherp. Gemist! En Van der Elst scoort. Oh, wat een flater daar van Sepp Maier. 1-0 na 25 minuten, u ziet het daar. Goed in een opening. Sepp Maier lost die bal. Van der Elst gevolgd en een van de gemakkelijkste doelpunten uit zijn carrière. Mooi dat, Rensenbrink. McKenzie temporiseert nu toch te veel, vinden we. Rensenbrink. Haan goed gewoon voorgekomen. Oh, wat een pracht van een doelpunt. En opnieuw een verbluffende toch wel Rensenbrink. Die daar de laatste pas gaf. Enig die pas, dus iedereen door. Kapelman. Daar is Müller. En daar is dat doelpunt. De Kapelman. Uitstekende pas. Müller. Kalm geplaatst. Ruiter naar de goede kant. Maar onder Ruiter door. En na 18 minuten 3-1. Aan. Als die bal botst. Rensenbrink weg. Daar is hij. Ja, dan is hij niet meer te stuiten. Er was maar één mogelijkheid voor Schwarzenbeck. Dat was die bal raken als hij nog in de lucht was. Iets sneller. En dan die linker, die gouden linker. 4-2 voor, 4-1 voor Anderlecht. Met nog 8 minuten te spelen.